Welkom bij deze korte presentatie van de website van Westwijk. De website van Westwijk is bedoeld als informatiepunt voor ouders en vrijwilligers. Als punt waar we kunnen communiceren met hen door middel van foto's plaatsen en nieuwsberichten plaatsen. Maar is ook bedoeld om anderen buiten Westwijk te informeren over wat Westwijk inhoudt en uh, wat we op Westwijk doen. We kijken momenteel naar de website zoals een buitenstaander deze ziet, zonder inlog. Uh, op dit moment kijken we naar de landingspage, dat wil zeggen de eerste pagina van de website. U ziet al gelijk alle foto's voorbij komen. Die foto's die zijn interactief. U kunt kiezen om naar links of naar rechts te gaan. U kunt sneller gaan. En dat geldt voor alle pagina's. Op deze pagina wordt er eventjes globaal en algemeen iets verteld over Westwijk. Het volgende kopje is het kopje wonen en daar wordt dan globaal iets verteld over de acht groepswoningen die Westwijk heeft. En natuurlijk de foto's om een en ander te verduidelijken. Als we naar het kopje werken gaan, is het eigenlijk hetzelfde bij werken. Daar wordt uitgelegd over uh, wat er allemaal te doen is op het dagcentrum van Westwijk. En de foto's ondersteunen dit verhaal. Zoals u ziet. Zijn sommige foto's ook dubbel geplaatst omdat mensen niet altijd alle foto's op elke pagina bekijken en deze toch ondersteunend zijn voor het verhaal? We hebben ervoor gekozen om ook een pagina meedoen te maken. In het kader van participeren vragen we aan ouders en familieleden om mee te gaan helpen. Mochten ze dat willen doen na het lezen van dit stukje, dan kunnen ze meteen gebruiken. Uh, maken, sorry, dan kunnen ze meteen gebruik maken van de call to action, namelijk hieronder. Uh, hier kunnen ze hun naam en e-mailadres invullen, uh, een onderwerp en een bericht. En dat komt dan rechtstreeks in um, de mailbox terecht van Westwijk, van de juiste persoon. We hebben een kopje nieuws. Uh, dat is zoals u ziet niet beschikbaar voor buitenstaanders. Daarover later meer. Contact. Dit is natuurlijk wel beschikbaar. Hier staat het adres. En hier kunt u het telefoonnummer vinden. Hier kunt u ook de locatie vinden en zoeken. Dit is ook weer interactief. U kunt zelfs als u wilt de locatie bekijken. Door het poppetje te slepen naar de juiste plek. En zo waar. Daar is het dagcentrum. Sorry, het wooncentrum. We zitten aan de andere kant. Goed, uh, mochten de mensen contact met ons willen uh, met Westwijk, dan kunnen ze hier ook hun naam invullen, hun e-mail, het onderwerp en bericht. En wordt het ook direct in de mailbox bezorgd van Westwijk. Tot zover uh, de website zoals die gezien wordt door mensen van buiten. U ziet hier rechts in het menu ook nog allemaal uh, linkjes. Die zijn eigenlijk bedoeld voor. Um, Mensen die wel een inlogcode hebben. Hier gaat dat dus gebeuren: dat inloggen. Ik kan u één ding wel laten zien, dat is namelijk de uitlegvideo's. Er is er eentje beschikbaar uh, voor de mensen die voor het eerst willen gaan inloggen. Welkom bij de eerste uitlegvideo over hoe benader ik Westwijk, de website, en hoe log ik in. Nou, dat waarschijnlijk zich vanzelf. Er komen ook nog video's voor mensen die uh, gebruik gaan maken van de website, die berichten gaan plaatsen. Hoe dat moet allemaal, dat uh, zal ik nog maken. Goed, ik klik deze even weg. Ik heb een andere browser openstaan en daar ben ik al uh, ingelogd, zoals jullie zien. Hierbovenin. En uh, dan is er wat meer te zien. Onder het kopje nieuws, daar gaan we even beginnen bovenaan. Uh, plaatsen we linkjes. Naar de www'tjes die gemaakt worden. De www'tjes van 2015 zijn hier ook nog te bekijken, zeg maar. En de mensen kunnen hier zich ook abonneren op een www'tje. Door hier dit veld in te vullen en dan komt dat weer terecht in de juiste mailbox. Ik zal even laten zien hoe het eruit ziet als we een www'tje gaan openen. klik op de link. En afhankelijk van de snelheid van de internetprovider wordt dat dan geopend. U kunt nu deze nieuwsbrief rustig online lezen. Maar u kunt er ook voor kiezen om de nieuwsbrief te downloaden hier rechtsbovenin, of zelfs direct te printen. Goed, ik ga even terug. Dat is dus mogelijk met al deze www, we gaan naar het rechterveld. Uh, van de website. We kunnen hier zien dat we zijn ingelogd. We kunnen hier zoeken. Bijvoorbeeld uh, woning 3. Ik toets dat in. En alle berichten uh, die met woning 3 te maken hebben of waar een 3 in zit in dat verhaal, die uh, komen dan tevoorschijn. Ook het woord woning had ik ingetoetst. Dus alles met woning komt ook tevoorschijn. Door daarop te klikken, kunnen we daar meer over lezen. Maar goed, we gaan even terug is niet echt nodig, maar ik kan ook hier rechts klikken. We hebben net het archief hier. Uh, het archief daar staan alle berichten in die op de website zijn geplaatst. Uh, berichten worden geplaatst door medewerkers en dat kunnen allerlei mogelijke berichten zijn. Hier is een overzicht van alle berichten en hier rechts onderin staat het laatste nieuws. Daar staan altijd de laatste tien berichten. Dus op een gegeven moment Staan er hier nog 10 en staan er hier meer dan 10, natuurlijk, uiteindelijk. Bovenaan staat altijd de laatste. Oké, okay, nou, uh, wijst zich voor zich dat je hier gewoon op kunt klikken en dan komen we bij de juiste pagina uit. Uh, ik wil even deze laten zien, want het is toch wel leuk om te laten zien. Ik klik nu op kerstfilm online. De film zoals die gemaakt is, staat ook al online en is dus te zien als we een inlogcode hebben. Ik heb daaronder ook nog een. Korte beschrijving gegeven van hoe men naar de beste kwaliteit van deze film kan kijken. Oké, okay, dan gaan we weer even terug. Uh, waar waren we gebleven bij het archief? Dan gaan we nu naar de groepen. Oké, okay, nou dat wijzigt voor zelf. Hier kunt u door middel van een plaatje meteen al zien welke groepen er zijn. En u kunt er dan voor kiezen om op de juiste groep uh, te klikken. Ik klik natuurlijk even op de creatief. Zo. Uh, hier wordt een korte omschrijving gegeven van de Creatief. En hierboven verschijnen dan weer een aantal foto's die op de Creatief zijn gemaakt. Uiteraard kun je daar rustig op wachten. Je kan ook als je geen geduld hebt gewoon van rechts naar links en de foto's even snel bekijken. Zover de groepen. Uh, oh ja, en trouwens, als je terug wil, uh, dan werkt dat gewoon zoals bij elke browser. We kunnen gewoon hier in klikken en dan gaan we weer terug naar de vorige pagina. Um, Groep hebben we gehad, dan gaan we naar de kalender. Momenteel is hier de kalender voor januari. En daar staan een aantal dingen in. Mocht u naar februari willen gaan, klikt u hierop. Daar komt februari. Mocht u weer terug willen gaan naar januari, kunt u daar weer op klikken. En momenteel staat maart er ook op. Zo werkt momenteel de kalender. Um, dan gaan we nu naar het kopje nieuws hier rechts. Dan zijn we weer terug bij het nieuws wat we hierboven ook zagen? De www'tjes, en u kunt ze gewoon inklikken. Gaan we naar de team. We hebben ervoor gekozen om de namen neer te zetten. Dit zijn de uh, mensen die uh, gereageerd hebben, die een stukje hebben uh, geschreven. En ja of nee, een foto erbij hebben uh, vermeld. Ik klik nu even willekeurig op één. Het ziet er ongeveer zo uit: een foto met de functie, de dagen wanneer deze persoon werkt en een stukje van hemzelf. Ik kan kiezen om hier terug te gaan. Ik kan ook kiezen om hier weer op Team te drukken en dan komen de rest van de mensen ook weer tevoorschijn. Goed. Dan hebben we het Team gehad, dan kunnen we eens even kijken bij Toren A. Bij Toren A kunnen we kiezen om een woning te gaan bekijken. Woning 1 tot en met 9. Um, nou, ik kies er maar één, Woning 1. Hier staat weer een stukje over uh, wat Woning 1 precies inhoudt. Wat voor cliënten daar wonen. En hierboven kunt u nu weer rustig naar de foto's kijken. Nou, dat geldt dus voor al die, al die woningen, die kunt u allemaal aanklikken. En hetzelfde natuurlijk ook voor toren B. Hetzelfde verhaal. Goed. Nou, en dan is hier het laatste nieuws. Dat kunt u ook zo bekijken. En het laatste wat gepost is, dat wil zeggen dat het laatste wat geplaatst is, is de kalender van maart. En uh, de laatste die hij heeft onthouden van de tien die hier staan, is het djembe-feestje. Ik heb geprobeerd het in volgorde uh, op de website te zetten. Want uh, dan blijft de volgorde ook kloppen. Dus er staat die 16 juni 2015, maar dat is niet belangrijk. Goed. Nou, dat was zover uh, de korte presentatie van uh, de website. Um, in een andere video zal ik uitleggen hoe men content kan plaatsen. En um, ja, dat uh, is het dan. Bedankt voor uw aandacht.